Hallo, goedemorgen allemaal. Vandaag is de dag van de animatie. Maar animatie tekenen, ja, dan krijg je toch gewoon weer plaatjes. En is het geen animatie, maar zijn het gewoon weer losse plaatjes. Dus ik dacht, iets anders wat ook tekeningen zijn, maar vaak wordt vergeten als tekeningen, is tekst. Tekst zijn eigenlijk ook, elke letter is een apart plaatje. Laten we eens wat aan handlettering gaan doen. En laten we eens kijken hoe we teksten verschillend kunnen weergeven. Doe je weer mee? Oké, vandaag gaan we eens kijken wat we allemaal met tekst kunnen doen. Laten we dit eens even schrijven, tekst. Ja, en ik zeg het al ook in mijn gratis e-book. Tekst eigenlijk, het alfabet zijn 26 tekeningetjes. Ja, en waar we dan ook nog variaties in gebruiken. Hoofdletters, kleine letters. En daar variëren we mee. En we variëren ook nog eens in schreefletters en niet-schreefletters. Nou, deze letters hebben zo geen schreef. Maar als ik dit doe, kijk, dan krijgen ze opeens een schreef. Dan heb je ook weer gelijk andere letters. Je kan er ook nog andere manieren mee variëren. Kijk, dik en dun doen. Als ik hier nou bijvoorbeeld dit doe, zie je, dan heb je dikke en dunne lijnen. Een dikke lijn van maken, dit dunne lijnen laten, deze bijvoorbeeld weer dik doen. Ik kan dit afronden zo. Hier ook nog hoekjes aanzetten. Zo. Ja, dan hebben we natuurlijk ook nog sierletters. Hè? Dus je kan ook nog sierletters maken. Ook zo'n T zo maken. En dan. Zo, en hier ook weer wat dikker zo. En dan blijft het een T, hè? Want een klein lettertje, die E. Die kunnen we ook weer aan één kant dik maken. Zo. Nou, dan geven we een hele sierlijke. Nou, zo kun je dus eindeloos variëren met teksten. Je kan ook natuurlijk een dikke letter ervan maken. En die zou je dus ook weer kunnen opvullen met allerlei. Kijk, die kan je natuurlijk ook nog een patroon meegeven. Is dat wel heel strak zo, maar. Je begrijpt wat ik bedoel. Dan krijg je weer een hele andere letteridee. Ja, je kan ook nog, als je zo'n E bijvoorbeeld hebt, kan je er ook een idee van schaduw achtergeven en zo. Dan krijg je ook weer een, dat hij er op een manier uit komt. Een beetje scheve K. Zie je, dan krijg je gelijk een beetje diepte. Je kan er ook natuurlijk door een andere kleur te gebruiken een schaduwtje achter zetten. Eindeloos variëren. Kijk, dit kan ook nog, zo'n schaduw erachter. Let er goed op dat je in de gaten hebt waar het licht vandaan komt. Hè. Bij mij komt het licht altijd van deze kant. Waarom weet ik niet, maar dat maakt het makkelijk. Dan hoef ik er nooit zo heel erg over na te denken.
Eigenlijk moet je dan die schijnlijn doortrekken, zie je. En daar zet je het puntje. En hier eigenlijk ook zo. En die ga je met elkaar verbinden. En dan heb je een... ik zal het even nog een keer voordoen. Als je die teen al hebt, zo. Ik zit nog niet buiten mijn beeld. Nee. Kijk, en je zegt het licht komt van die kant. Even iets naar beneden halen. Dan zeg je nou, als het licht van die kant komt, dan valt dat puntje valt daar. Dat puntje valt daar, dat puntje valt daar, dat puntje valt daar. Dat puntje valt daar. Nou, als je die. Je kan hem zo verbinden, maar dan wordt het gewoon een letter 3D. Als je het zo verbindt. Dan hebben we gelijk een schaduw. Ja, en 3D-letters kan natuurlijk ook. Laten we die gewoon gelijk erbij zetten. Uitkijken dat ik niet in de andere tegen zitten. Doe weer die puntjes. In die lijn van dat licht zetten we die puntjes. Daar, hier niet, want die zit hier achter. Kijk, dan zou die dan zo verbinden. Maar we gaan deze rechtstreeks met die hoeken verbinden. Zo. Zie je, dan krijg je een 3D-letter. Voilà. Ik zou zeggen, ga zelf aan de slag met teksten. Dit is dan het woord tekst. Maar je kan natuurlijk allerlei andere leuke teksten verzinnen. Bijvoorbeeld ook voor kerst of voor dadelijk voor Sinterklaas. Je kan ze natuurlijk ook nog kaderen. Kijk, als je hier een leuk kader zo omheen zet. En doe dat zo. En we doen hier hetzelfde. Zo. Kijk, dan heb je een soort vaandel. Oh, ik zit natuurlijk nu uit het beeld. Goed. Dan heb je de tekst in een vaandel staan. Nou, ga zelf aan de slag. En ik zie jullie morgen in de volgende video. Tot morgen.